In de laak is daar altijd wat. Ik was bijna vier jaar toen Nederland bevrijd werd. Mijn vader was net teruggekomen uit Haren in Groningen met een heleboel eten. Gelukkig hoefde hij geen dwangarbeid in Duitsland te doen, omdat een dokter hem geadviseerd had om door te blijven lopen met een verstuikte enkel, die daardoor dik bleef. Hij was een hardwerkende PTT'er die naast zijn werk ook nog de zorg had voor mij, zijn enig kind en voor mijn moeder die vaak ziek was. Op 5 mei 1945 was het groot feest in de Lineeuwstraat. Ik herinner me nog de lange tafels die er stonden, al het eten voor de kinderen en de uitgelaten stemming. Het aluminium bordje dat we kregen is nog steeds een dierbaar bezit. Toen ik bijna zes jaar was, ging ik voor het eerst naar school, de lagere school verderop in de Lineestraat. Eigenlijk wilde ik helemaal niet naar school. Ik vond het veel leuker om thuis te zijn. Maar ik had wel heel veel plezier in het turnen bij WIC in de Capedozenstraat met als hoogtepunten de jaarlijkse uitvoeringen in de dierentuin. Twaalf jaar heb ik daar geturnd. Bijna elke zondag was het ook feest omdat ik dan naar de Snoepkeet kindervermaak mocht... waar ik een fietsje mocht huren en een zoet houtje mocht kopen. Mijn ouders waren wat minder blij als ik terugkwam... en mijn witte kniekkousen alweer onder de smeer zaten. Na de huisartschool ben ik op mijn veertiende thuis gaan werken... Op mijn zestiende ging ik met administratieve baantjes geld verdienen tot ik twintig jaar was en ging trouwen. Mijn eerste jaar als getrouwde vrouw was het enige jaar dat ik niet in het laakwartier heb gewoond. Vele jaren later, op 10 november 2004, werd ik vroeg in de ochtend gebeld door mijn dochter die vertelde over een inval door de politie in de Anteuningstraat. We keken direct uit het raam naar de Anteuningstraat die dwars op onze straat lag. Het was een inval bij terroristen die van plan waren ergens in Nederland een belangrijk gebouw te laten ontploffen. We zetten gelijk de tv aan en zagen dat de terroristen een bom naar beneden hadden gegooid, waardoor drie agenten zwaar gewond waren. De halve wijk werd afgezet. Agenten in de Anteunenstraat moesten toezicht houden, maar wisten niet waarvoor. Niemand mocht erin, maar wel eruit. Zo moest mijn zoon om vier uur gaan werken. En hij moest zich legitimeren toen hij de wijk uitging. Maar hij mocht niet meer terug en heeft s'nachts bij mijn dochter verder opgeslapen. Wij zijn thuis gebleven, maar het leek wel een spookstad. Want buren mochten ook niet meer naar huis. De buurman had meer geluk, hij ging de hond uitlaten en werd door de politie teruggebracht. De volgende dag werden de terroristen in de boeien geslagen. Was best wel een beetje angstig. En het wordt nog regelmatig op de tv vertoond met de sluipschutters op het dak. Toch blijft het laakkwartier voor mij de mooiste wijk om in te wonen.